De auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen en daar komt aan de buitenzijde naar voren Ovelia Renka. Die de eerste bocht nu voor zijn kiezen krijgt en van de benen gaat. Ja, hij was er al bang voor Jaap van Rijn dat het zou gaan gebeuren. Het gebeurt. En ook Ruud Pools maakt hier een galopade met Nobel. Nummer 4 galop. En Niel Charisma die gaat er vandoor met Frans van der Blonk. Die heeft een gezonde voorsprong opgebouwd. Op de tweede plaats zien we een Canariebuis. Ja, dat kunnen er soms meer dan in de koers zijn. Maar in dit geval betreft dat paard nummer 3, Janeiro de Mons. Paarden komen in de, op weg naar de verre linkerbocht. En er komt wat reactie in het veld. Want aan de buitenzijde brengt Patrick de Haan daar zijn paard in stelling. En dat is die Noble BM. En die komt aan de buitenzijde nu de koploper Niel Charisma aflossen. Als we een toch een bewegelijke en enerverende de beginfase hebben gekend. We zien dat in de start van het veld de laatst overgebleven favoriet, Luger, een ruggetje in het tweede spoor krijgt van Nick H. En die komen dan langzaam maar zeker naar voren met nog 2 rondes te gaan. Noble BM, Niel Charisma, Janeiro de Mons en daarachter Memory de Legume. Achter deze paarden is weer gezet Noble. En aan de binnenzijde komt Tom Kooijman naar voren met zijn Nathalie Meadow. Achter deze paarden hebben we dan aan de buitenzijde Nick H. Die andermaal een goede indruk maakt. En zo dadelijk als gaat fungeren. Nick H. gaat maar gelijk het derde spoor in ook, waarom ook niet. Als gangmaker gaat fungeren voor Luger, maar die heeft het toch nog niet helemaal hoor. Die Luger, die zal enorm veel moeten gaan doen en het tempo wordt onveranderd hoog gehouden als de verre linkerbocht inmiddels bereikt is met aankop van het veld. Weliswaar in 3 sporen Noble BM. Noble BM in het buitenste spoor. Uitgeschakeld nummer 2 galop. Komen de aanvallen onder andere van Nick H. En in het tweede spoor daartussendoor Janeiro de Mons. En nu komt ook langzaam maar zeker die Luger wat dichterbij. En dit is de sport die we willen zien hier in Hangbaar. Met nog 1 ronde te gaan. En 3, 4 dik komen de paarden hier door de bocht op weg naar de overkant van de baan. En kijk daar naar die Luger. Die komt met Bas Krebas op dit moment het hardst van allemaal. En die gaat proberen aan de overzijde over te nemen. Maar het is Noble BM, Janeiro de Mons, Nick H. En wijd aan de buitenzijde Luger. Daartussendoor Memory de Legume aan de binnenkant. Geen meter te veel voor Niel Charisma. Nou, zeg het maar. Wie gaat deze koers winnen? Ik durf het niet te zeggen. Maar Krebas vindt nog maar een keer een versnelling aan de buitenzijde met zijn Luger. Maar de leiding wordt nu overgenomen door Janeiro de Mons. Janeiro de Mons, Luger, binnenzijde Noble BM geeft ze nu niet gewonnen. En die Memory de Legume, die ligt er eigenlijk prachtig bij. Frans van der Blonk, hij kan geen kant op met zijn Niel Charisma. En we komen dan zo dadelijk in die laatste rechte lijn. En dan komt de Franse onverzettelijkheid naar voren met Janeiro de Mons en Luger. En het is in het midden van de baan. Luger die erop en erover komt met Krebas. Wat een rit, wat een paard. Frankrijk 1 en 2, 7, 3, 8. Dat is voorlopig. Ja, een beetje pechvol die paarden die vierde en vijfde werden. Die hadden nogal wat over, maar kwamen laat vrij. Luger, paard nummer 7, de winnaar met Bas Krebas. Hij heeft zijn stal in grootse vorm. Nou, we danken Niels van der Tol. Dat was 4 uit 4 hier vanuit de studio. En wat denk je? Nu gaat hij weg. Schandalig. En daar komt de voorlopige winnaar aan van koers 5, de Naleki Stables prijs. En Naleki Stables, daarachter gaat Han Eigenschel. En Han Eigen die feliciteert op dit moment de winnende eigenaar. Dat is Peter Delers van Stal PD. En daar wint hij met paard nummer 7, Luger. Een 3-jarige bruinruim van Olblak du Bocage uit Credence. Gefokt in Frankrijk, een eigendom van Stal PD. Trainer en rijder is Bas Krebas. En ze winnen hier de Naleki Stables prijs. En de beker die gaat naar Peter Delers. En die moeten natuurlijk ook bij de Alkmaarse kaasdragers. En er wordt ook gefilmd voor de thuiskijkers via Facebook. Bas, gefeliciteerd. Het hoogtepunt van vandaag moeten we nog hebben. Maar misschien hebben we nu wel de mooiste koers gezien. Ja,
dacht ze zomaar kunnen. Ik heb het al een beetje oponthoud onderweg. Ik denk, ik moet op een gegeven moment toch maar rijden, want hij heeft meer sterke speed. Dus ik trok hieruit, kwam ik er toch niet overheen. Wou die hier rechtdoor. Maar uiteindelijk maakt hij het goed af. Een bochtje vier dik, maar hij geeft nergens om. Kijk, uiteindelijk wordt deze ding net zo sterk als Juno D gisteren. Het zijn geweldige paarden die heel veel kracht hebben. Ja, alleen deze D nadeel kan die banden starten. Maar ik hoop dat hij dat nog gaat leren. Maar daarom hier koers is ook mooi. En ik zie alweer wat zijn volgende koers is. Absoluut, blij dat we hem vandaag in actie hebben gezien. Straks heb je natuurlijk twee paarden in de 4,5 kilometer. Jack Belly en Hego Adiboulé. Hoe schat je die paarden in? Ja, moeilijk in te schatten. Ze zijn beide allebei heel sterk. Ik moet even zien hoe goed Jackie door de bocht gaat. Ik denk van wel, Hego won nu vorig jaar op deze dag. Ik denk dat die de afstand ook geen probleem is. Ja, het is gewoon 1000 meter verder als normaal. Hè. Dan moeten ze maar willen, die paarden. En, kijk, conditioneel is geen probleem, maar we gaan het zien. Wanneer ben je een tevreden trainer? Het zal bij de eerste vier zijn. Super Bas, succes straks. Dankjewel. De eerste overwinning die is alvast binnen voor Bas Krebas in de Naleki Stables prijs. En dat is met paard nummer 7, Luger. Die won natuurlijk al eerder hier op Alkmaar en hij wint vandaag opnieuw. En dat doet hij in de Naleki Stables prijs. Maak ook nog de laatste foto's met het winnende paard. Het paard dat in de laatste ronde vierdik alle deelnemers passeerde. En onder luid applaus van het publiek als eerste de finish passeerde. En de uitslag is inmiddels officieel. Winnaar paard nummer 7, Luger Bas Krebas, wint in 1.19.7. Tweede de 3, Janero de Mons. Derde de 8, Nobel BM. Vierde de 10, Memory de Legume. Vijfde de 6, Nieuw Charisma. Dames en heren, geef ze een groot applaus. De heroïsche winnaars van koers 5, Luger en Bas Krebas. Just like the sun.